Hallo allemaal en welkom bij nieuwe South Park, The Stick of Truth. En vandaag hebben we onze hele goede vriend Timmy. Nee, Jimmy, wie is het? Het is Jimmy. Timmy is degene van de treintjes. Oké. Wat waren we vorige keer doen? We waren vorige keer bezig met de fluit, toch? Oh ja, dat was het. Ging Timmy praten met die meneer voor zijn fluit, dat was het. En daar zijn we nu verder vanaf geteleporteerd. Hallo. Ja, hier is het. Oh boy, the cattle ranch. We're here. Excuse us. Hello. Hey, get off my ranch. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. Oh nee, gaan we dit hele stuk You want to buy the flute? Nee. It just so happens I'm a level 10 bard. And a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Nee, we kunnen niet skippen. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Ik wil een game spelen. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Jullie liggen helemaal plat achter jullie scherm als jullie dit kijken. Magical songs of enchantment. Oh nee. Dit is zo vervelend. Schiet op. Magical songs of enchantment. Komt tot reden. Met je hoed. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Kom op. Magical songs of enchantment. Dit duurde vorige keer al zo lang. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Yeah, well, the only problem is the flute's in the barn, and there's where the crazy cattle are locked up. Damnedest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Here is the keys. Here are the keys. This is the meervoud keys. Okay. Gaan even we kunnen de barn openmaken en dan gaan we naar binnen. En dan komen we. All right, cows. It's time to stop misbehaving. Nazi koeien. Looks like we got a fight on our hands. Ja, Nazi koeien. Maar die zijn niet zo heel moeilijk te verslaan, hoorde ik. Can't you take a joke? We gaan ze gewoon aanslaan en slaan met onze alien. Fuck, hij blaast zichzelf op. Everyone's a critic. Oh, dat bloed van die koeien. Nou, dat was het dan. Nou, dat was makkelijk. En dan gaan we even tussen alle koeien ledematen zoeken. Oké, dat waren dus de nazi-koeien. Met al het bloed, net of een slachtpartij was. Armbandjes. Neonazi-armbandjes. Oké, dan moet omhoog hier. Oh, wacht, hij is nog wat te looten. Een koeienkop. Power potion. We hebben power potion, hebben we helemaal vol. We kunnen hier schieten, we kunnen hier naar beneden halen en dan kunnen we een magische scheet maken. Oké, verschroeide dingen. Een fluit. Yeah. Hoe komen we daar? Nou, daar komen we dus niet. Oké. En dan moeten we naar beneden dingen praten. Wat if ik do it yourself wheel? Slaughter. Oh, dat is zielig. Hey, you did it! You elves were pretty all right! Did you find the flute? I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Yay! Well, you earned this. See you around. Okay. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Jimmy! We have Jimmy as friend on Facebook. Ook waarom, ik weet geen. Ja, hij is beste buddy die je kan hebben, behalve Carbon. Carbon heeft gewoon super aanvallen. Dus waar gaan we nu heen? Ik ben benieuwd of we quests hebben aanstaan. Dus we gaan even naar quests. We hadden non-conformers nog aanstaan. Find a pack of smokes. Dat was het. We moeten een pack of smokes vinden. En die is hier vlakbij. Bij die mensen daar. Deze bros. We hebben die dark coaster koffie al gerookt. Hier gekocht. Hier is dingen. Daar is die vervelende gozer. It's like totally awesome to be mature like me and not immature like you twerps. Vervelend. Oké, hier is de fotograaf, waar allemaal pedofielen werken.
I wish City Walk would bring back their Mongolian menu. Wow. Dus de bank. Tom's rhinoplasty. Waar? Where are they? Nou, oké, gaan we even in die trein. Waar zijn ze? Destroy the human part. Oké. Buy goth art from the bullet. We hebben gewoon goth art gekocht. Hè? We hebben het toch al verkocht? Oké, ik dacht wel echt dat we het al verkocht hadden, maar oké. Gaan we weer naar de used storage. Moeten we het daar weer kopen? We hebben het toch in de vorige aflevering gekocht, ben ik nog gek? Nou oké, dan niet. Dan gaan we gewoon naar deze oude zwerver. I'll give you a good price. Ja, en ik jou ook. Ik wil graag iets kopen. Neem die mee. Cap. Close. Wear this glove before touching any conformist toespec. Yeah! Non-conformist. Oké, dan gaan we het nu aantrekken. Golf cap. Golf clothes. Nee, dat zijn golf clothes. En we hebben ook nog een. Gewoon nog een vals haar even doen. Wacht. Nee. En ik wil geen onderkin. Oh ja, even kijken. Hebben we emo haar? Ik ga even emo haar. Kijk of we emo haar kunnen kopen. Want we moeten er helemaal goed uitzien als we emo weer gaan zijn. Dus equipment, flare, emo wig. Black eyeliner. Ja, oké, dit gaat helemaal perfect worden. Inventory. Black eyeliner. Oké, en hebben we nog haar. Haar, ja. En hebben we emo haar. Oké, we zijn emo. We zijn nu totaal emo. Nee, we zijn goth. En dan nu. Quests. Voor mijn find a pack of smokes here somewhere. So. Dus waar kunnen we die smokes vinden? Ja, hier zo. Oké, we moeten naar de toren van dingen waar we de vorige aflevering de Mongolen in elkaar hebben geslagen. Niet de Mongolen, maar de Mongolen. Met een N. Last cigarette. You guys got more? Oké, yeah, get lost, kid. We're trying to smoke here. Ja, en wij gaan jullie in elkaar slaan. 60 groepers. Can't you take a joke? Oké, waar is... Oh, kijk, ik zal je laten zien. We gaan die 6 klassen hebben best zin. Ik heb geen zin om ze in elkaar te timmeren. Dus, we doen de Rawhide Whip. Wie van jullie verdient om in een anus op te worden gezogen? Dit is wat ik bedoelde. Mr. Slave zal een van deze kinderen in zijn anus opzuigen. I got all the time in the world, bitch. Oké. Wat? This could be kind of fun. Jesus Christ. Dat was het meest gay en toch wel stoerde dat ik ooit heb gezien. Wauw. Ik word een beetje bang. Maar nu kunnen we terug naar de Goth Kids. We moeten alleen nog eerst even terug naar naar dingen toe. Dan kunnen we Stan helpen. Stan. Oké. Zo, dan moeten we naar Kyle's huis. En dat is Carmen's huis. En dit is Kyle's huis. En dan moeten we even Stan helpen met zijn zus in elkaar timmeren zodat hij zijn iPhone terugkrijgt. Of zijn magisch apparaatje. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. The She-Ogre is this. She has no soul. Shit. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Okay. Select buddy party. Oké, dan moeten we naar Kyle's huis. Oh, nee, moeten we naar Stan's huis. Stan's. Go to Stan's. Ja. Nou, we moeten gewoon naar voren dus. Oh, we kunnen niet alles looten natuurlijk. Take. Take. Volgens mij zit boven nog underwear. Die moeten we meenemen voor een quest. Nou, we gaan heel erg snel deze afleveringen. Oké, we gaan hier naar binnen. Go cows.
Dit is allemaal in Kaas Kast. I guess that's cool. Underpants. The Clue of the Broken Blade, Frederick Dickinson. Alright. Waarom doe ik nog steeds een pauze? Ik heb geen idee. En is hier nog iets? Wat loopt die garage key? Ja, daar zat ik naar. Toen we naar het garage van. Waarom ben ik zo emo? Oké, we kunnen even een scheid nemen hier op het toilet. Dude, at least light a match. Yes, het is gelukt. Blech. Shit, nugget. Gaan we even de boel allemaal looten. Oké, we hebben alles geloot. En Carlsen heeft een enorme afro. En hij is ginger. Hé, hey, Mr. Blossy, we kunnen uw garage in, toch? Ja, perfect. Okay. Wat hebben we hier allemaal voor een leuks? Oh, een chip Pokémon. We kunnen hier even alles looten. Ja, Swan Magnet. Ik zit hem heel de tijd op pauze, dat is niet leuk. Hier komt de emo. En dit is... Oh, dit is Koopa Keep. We zijn langs het tenshuis gelopen. Waarom gaat alles zo snel hier in South Park? Oké, Kaas House. Stance House bedoel ik. Stance, ik haal de karakters aan elkaar, moet ik niet doen. Stance House. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Yes. Welkom als ik ga de emo. Ik ga slaan in de weg. Oké, okay, we moeten eerst even alles looten hier. So, this is my room. Okay. I'm never coming out. Wat? I'm never coming out. Oh, dat is weer een referentie. Dat is, hoe noem je hem ook alweer? Tom Cruise, die dan in de kast op zit met de aflevering van de Scientologist ding. Aflevering, die ene aflevering. Jullie hebben het vast wel gezien als je echt persoonlijk fan bent. Down on that side is where my parents sleep. And across from that is the cave of the She-Ogre. En nu gaan we tegen haar. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I brought help! Let's see you try and take us both! Your days are numbered, She-Ogre! Dragon's Breath. Gaan we beginnen met een mooie stoel, Dragon's Breath. Max Ik denk dat we even mezelf een mooie speedpostje kunnen geven. En dan slaan we er in het gezicht met een deel daar. Oh. Stencil. Nee, wacht, gaan we dit niet gebruiken. Whirlwind Slash. Right click. Too late, wat? Oké, dat is de uitdeling. Auw. Oké, doen we even een item pakken en een health potion. Ja, en dan gaan we in het gezicht staan met een dildo. Vind je wel fijn. Hup, nee. En nu is gewoon stenswording. Check this out! Nou, dat deed helemaal niks. Au. Wat? Oké. Ik wil weer een health potion gebruiken. Large deze keer. Puffs. Fantastic. Oké, elke shortbow. Dat deed echt niks. Weer een dik potion. Nou, we gaan heel veel doen deze aflevering. Dat wil ik zo doen. Abilities, kunnen we niks doen. Stem. Ja! Ja! Oh, no, you don't! Gatsen, gooit het tampon. Oké. Okay. Logisch. Attack again. En dan pakken we onze dildo. En dan gaan we er meer mee slaan. Zo. En nu nog een speed potion. Oh nee, gooi even shit nugget naar toe. Yeah! Zo zit alle staatsproblemen van de wereld. Een beetje te veel staatsproblemen als je maar vraagt. Yeah!
over de heel damage. Ah nee, hebben we toch wel een taco nog? Taco, taco. Ja, we hebben 5 potions. We hebben nog 1. Taco. Abilities. Stance. Oké. We hebben geen revive potions. Stand alsjeblieft. We gaan het niet verliezen. Check. Even verplaatst. Oké. Killing my grandpa. That does it. Oh, we verloren. Nee. What the fuck? Oké, okay, zijn we hier terug. Ja, skip dit. Ja, goed zo. En dan moeten we hier alles weer looten hier. So, this is my room. Oké. Okay. Ik ga dadelijk gewoon de summon. I'm never coming out. Dat hebben we al gezien. Ik ga dadelijk wel de summon Kim Lee of zo. Dan zijn we daar ook nog. Down on that side is where my parents sleep. And across. Give me back my iPhone! Kom vechten. Your days are numbered, Shioger! Ja, het komt omdat ik mijn super stoel dingen. Oké, miniature gong. Kom maar, kimchi! I'm gonna do my war dance now. I'm gonna do my war dance now! Yeah. Hij is zo stoer. Total ponage. Ja, en het doet alle ponage. Take mine iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! Okay, dat ging okay. Dat ging redelijk goed. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. On Facebook. Okay, wacht, we rennen level omhoog. Dat is mooi. Dat is mooi. Okay, 6 nieuwe vrienden. Just shoot, guys, no more. All elves can walk and land in Larnian safely once again. Okay, perfect, prima. Gaan we even ability upgraden. We gaan shock. We hebben een perk. Okay, we moeten nog 1 nieuwe vriend voor een nieuwe perk. Okay, dus we gaan nu verder naar de... We gaan nu terug naar de... Moeten we eerst natuurlijk een... Wat wil ik nou zeggen? Eerst moeten we dan de Timmy Fleck vinden en dan kunnen we naar de gods en dan kunnen we ze helpen. Dan kunnen we ze recruteren. En we hebben nog 6 minuten of zo. Hey, mevrouw Carbon. How are you doing? Waarom ga ik hier naar boven? Want ik moet naar de achtertuin toe. Ik ga helemaal verkeerd. Wat doe ik met mijn leven? Oké. Okay. I think I'll make things easy and just hang out here. Ja. En fast travel naar school. Oké, de goths. We hebben deze stoere kleding. Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Fuck the conformists. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Oké, dat is oké. Dat is goed. Mooi. Dan doen we dat. Maar we gaan eerst al die banners even kapot maken en dan ga ik de aflevering beëindigen. Want dat doen we de volgende keer dan. Dus we hebben allemaal zo'n kleine sidequestjes gedaan vandaag. Dus hier is er 1. Nou, wacht hier. Ja, dit is ook een banner. Timmy! Dus we moeten 5 banners kapot maken en dan hebben we weer een vriend op Facebook. Can you keep a secret? Neither can I. Ja, dat is 1 banner. 1. Church banner. Hier is nog een banner. Oh, wacht, volgens mij was hier daar een geheim of iets.
We hebben de alien probe nodig. Ja. Alien. Zo, oké, daar hebben we dat ook weer gehad. Dus we hebben nu twee banners van de zoveel. Hier is nog een banner. En volgende keer gaan we weer met de main quest verder. Al die side questjes. We gaan fast travelen, hier elke keer. Maar het maakt niet uit. We doen het. We moeten nog steeds een keertje alle kinderen vinden van de kindergarten. Dat is nog steeds een openstaande quest. Ik kan het niet tegen als allemaal questen openstaan. Dat is net Skyrim en daar word ik gestrest van. Oké. Okay. Er is hier nog eentje. Oké, dit is de laatste. We moeten hier gewoon even... Ahoy, Maplebeard. Ahoy. Stan is ook wel een stoere buddy, maar hij heeft niet zo'n stoere aanvallen. Return to Dogpool. Heet hij echt Dogpool? Oké, ik stel geen vragen. Wij moeten emo worden, dus we moeten nu terug naar Dogpool. Die is hier. Dogpool! En we hebben een nieuwe vriend erbij en we hebben een nieuwe perk. En die ga ik doen dat... Ik ga er nu een speciaal doen. Wacht, dit is Dogpool. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Nog meer Skyrim referenties. Perk unlocked. Home. Hey, nieuwe vriend, Dogpool. Fuck you for smashing all my fucking banners, asshole. That's why you want to... That's what I want to tell the guy who did this. Once you get him for me. Wow. Oké, hij weet niet dat ik het gedaan, dat is mooi. Oké. Abilities, perks. Now gives you this. Bloodless power with a healing mind. Huh? Marksman, Griever, protect my balls, sucker punch, brain food, dirty fighting, counter fart, second wind, red potions use on your body, now revive you on your body. Ja, full health, die wil ik. Bye. Dan heb je altijd veel leven terug als je een revive potion gebruikt. Dan gaan we hier even nog wat kopen en dan zijn we helemaal klaar voor volgende aflevering. Any ally of the Elf King is an ally of mine. Yeah. And my shop is open to you. Oké, we kunnen nemen alles mee. Alles, want we hebben toch poen zat. Dan gaan we even al onze junk verkopen. Cell stack. Dan hebben we nog meer geld. Oké, we gaan gewoon klikken. Dit gaat lang duren. Maar we krijgen geld. Dit is lang. Zoveel dingen en Afghanistanse geit kunnen ook gewoon verkopen. Ja, de nazi dingen. Ja, we zijn er bijna. En we hebben al $40 meer. Wauw. Bye. Weapons. Elf blade. Recurve Bozel Store. En Raiders Blade. Oké. Dat geloof ik allemaal wel. Equipment. Geloof ik ook allemaal wel. Consumables, dat was het. We moesten weer 5 potions kopen. Zo. En dat was wel. Dat was denk ik wel. Oké, we hebben weer een nieuwe friend request. En dan gaan we naar de PTA meeting. En dan ga ik de aflevering afsluiten. Hoe lang duurt het nog voordat de wekker gaat eigenlijk? Oh, dat duurt nog maar 12 seconden. Oké, perfect. Heb ik het heel goed getimed. Dus gaan we nu naar de PTA meeting. PDA meeting. Tip me. Bam, 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 bam.
Dus we hebben nu heel veel vrienden gemaakt en een sidequest gedaan. Dat is het enige. Ik ga volgende keer weer... Butter's got a horrible snuggie over there. How many car crashes have you been in? Yeah, have fun in there. I think I'll wait it out. Okay. What the fuck doe ik daar? Kijk dit. Okay. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je sowieso de stuff doet die je leuk vond en je dat nog niet gedaan hebt. We zeggen niet dat het moet, maar het zou het heel erg waarderen. Dus ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer met meer South Park, The Stick of Truth. En dan gaan we een bordje bij de PTA-meeting omhoog houden en zo heel gemeen doen voor de goth. Dus wat we gedaan hebben, we hebben in deze aflevering iemand in een homofiele anus opgezogen. Een she-ogre verslagen. Banners kapot gemaakt, Cartman boos gemaakt. Goth-kleding gekocht. Ja, dat is eigenlijk wel wat gedaan hebben. Eigenlijk niet zo heel productief. En we hebben nieuwe perks gekocht, dat is het ook. En een beetje ingeslagen, armor veranderd en zo. Oké, dus dat is wat we gedaan hebben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ermus uit.